Hey kijkers, Makelaars Terms, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Build Battle! Ik ben vandaag samen met Giel en wij gaan vandaag een gevangenis maken. Deze steen lijkt me wel vet. Oh ja, dat is gelijk iets wat je wil. Een gevangenis denk ik gelijk aan grijze stenen. Zullen we ook een poppetje erachter zetten? Ja, zullen we doen. Iets hoger nog, hè? Ja, dan gaan we gewoon een poppetje in een gevangenis bouwen. Oké, als ik dit buiten dingen eromheen bouw en overal tralies inzet, bouw jij het poppetje binnenin. Zullen we dat afspreken? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4. Oh, what the fuck, ik ben helemaal mijn tel kwijt. 4, ja. 5, 6, 7, 8, 9, 10, boom. Nou, gevangeniskleding is toch wit-zwart? Echte klassieke kleding. Ja, Giel, je bouwt aan de verkeerde kant. Hier moet hij binnenin staan. Ah, oh, wauw. Ik ben echt een pannenkoek. Oh, tijdverliezer. Giel, de pannenkoek. Nee, als we hier nou een gevangenis in bouwen zo. Ja. Zo, dan kan iedereen van alle kanten kijken en dan kunnen we ook nog tomaten of zo naar hem gooien, weet ik veel. Nee, ik tomaten geen, nee. Gooien. Ik zou niet weet je echt wat ze dat doen in de gevangenis? Nee, maar wat voor dingen zullen er nog meer bij een gevangenis horen? Ja, politie's. Camera's, ja, weet ik veel. Een beetje bewaking. Dat is eigenlijk dit, gewoon puur wat we nu bouwen. Ja. Oké, nou, ik ben heel benieuwd hoe ver we gaan komen. Let's go. Ik maak gewoon zo'n Minecraft poppetje. Ik ga alle tralies er nu in zetten. Oh, ik haat dit tralies zetten. Oh, dit is zo verschrikkelijk. Ja, klopt. Had ik laatst met de computer, toen ik een glas aan de zijkant erin moest zetten. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Dat is echt, omdat het zo heel dun is, moet je heel geconcentreerd kijken waar je klikt. Nou, ik denk dat ik nog wel 6 minuten hiermee bezig ben. Kanonnen, joh. Ja, maar je gaat toch niet overal inzetten, of niet? Tuurlijk wel. Weet je zeker? Ja, wat wil je er anders in zetten? Ja, wil het toch tralies. Overpunt of niet? Nou, dan gaan we daarvoor. Oké. Maar ja, weet je, dus, dat is... Ga je dat redden in 4 minuten? Alles? Ik heb geen idee. Dat is even afkijken. Als jij nou doorbouwt, dan kan je me helpen. Ja, ik wil een zebrapad, man. Het is toch een gevangenis, man. Boeien of het op een zebrapad lijkt. Ja, oké. Misschien maakt hij wel zebrageluidjes, dat weet je niet. Oh, kom op. Moet zijn hoofdje. Hop, hop, oh, perfect. Zo? Nee, oké, goed zo. Ja, oké, ik ga lekker. Ik ga hard. Ik ga los en we doen het allemaal. Oh, ik heb een veel beter idee. Oh ja, wauw. Gewoon van boven naar beneden. Dat we daar nooit eerder gewoon van boven naar beneden. Hoe hebben wij dat nooit eerder gezien? Oh my god, wat zijn we ook pannenkoeken. Ik ben een pannenkoek. Die ken je vast niet. Met appel of met stroop, het is hier allemaal te koop. Ken je die? Nee. Ernst Bobby en de rest. Oh ja, ik heb wel gekeken, maar ik was nog heel jong. Ik kan alles niet onthouden. Oh, arme Giel. Oh, ik zou Ernst Bobby maar gemist hebben. Dit is moeilijk. Ja. Oh. Ja, oké, dit gaat hard. Dit gaat lekker. Ik ga los en we doen het allemaal. En we doen het allemaal. Giel is een kannibaal. Wauw. Giel, heb je wat toe te geven? Wat heb ik toe te geven? Kannibaal, kannibalisme. Oh ja, sorry man. Ik weet niet, dat mensenvlees, dat ja... Heerlijk, hè? Af en toe, hè? Dan heb ik wel zin om een beetje weg te smikkelen. Schatverdamme. Het begint er wel lekker op te lijken, Giel. Ik denk toch dat we wel overal tralies neer moeten zetten. Kijk maar. Ja, ziet er wel vet uit, ja. Ziet er meneer er een beetje uit. Ja. Ik moet hem namelijk tralies vast laten houden, dus wel leuk. Ja, maar kom op. Zo. Oké, dit gaat best wel oké. Ik ben alleen wel zo even je hulp nodig, denk ik. Ja. Dat mag. Vooral met tralies. Oh, dit is moeilijk. Ik maak even het gezichtje af en dan is deze meneer af. Dan kan ik een vloer van hout maken. Ik kan echt net, jongen. Ik zweer het je. Ik moet de vloer helemaal zo van hout maken, zei je? Nou, ik maak wel van steen. Huppakee. Oh, jij kan wel. Blauw. Oh my god. Laten we eerst dit even snel bouwen dan. Ja. Smiley. Oh, what the fuck? Oh, ik zit tegen zijn arm aan te humpen. Ja, weet ik wel. Ik dacht van, waarom kan ik niet omhoog? Shit. Gezichtje. Wat voor kleur moet hij hebben? Groen? Ja, doe maar iets. Giel, we moeten eerst dit doen. Ja, kom aan. Oh. Hij is wel kaal, maar ja, dat zijn ze allemaal in de gevangenis, omdat... Nee. Het scheelt kappen kosten. Ja, laten we het daar maar op houden. Je moet gewoon hier zo. Ja, gaat een stuk sneller, ja. Ik haat dit klusje. Wat je ook kan doen... Ja. Kijk, als je er eentje overslaat en in het midden gaat werken... Nou, nu kan dat niet meer, maar... Dan krijg je van die dingen wel, van die hele volle blokken. Dan kun je ze makkelijker tegenaan plaatsen, dat is wel fijn. Begin jij maar bij het nieuwe, ja? Ik maak deze wel even af. Ja, weet zeker? Ja. Oké, dan leg ik eerst de onderlaag erin. Ja, doe maar gewoon steen, die smoothstone, weet je wel? Nee, ik bedoel, we moeten eerst alle tralies afmaken, denk ik. Ja, oké. Moet je wel opschieten, want de tralies is... We kunnen bijna niks doen. Stone. Giel, we moeten echt opschieten. Ik weet het. Oh, shit. Deze? Ja, perfect. Kijk, het geeft al gelijk zo'n gevangenisgevoel. Oh, het is het lullig dat we dit niet afkrijgen. Als we nog gewoon world hadden.
Echt hè? Dan had je gewoon overal meteen tralies neergezet. Dan had je letterlijk in 2 minuten klaar. Ja, ik denk wel sneller. Dat denk ik ook sneller. Nee, nog niet eens een minuut gok ik. Denk het ook niet. Eén kant gaan we waarschijnlijk niet redden. Nee, ik doe daar gewoon niks. Dan snappen ze het wel. Dat is een soort van deur of zo. Oh shit, sorry. Geef niet. Deze kant is in ieder geval af. Ja. Tenminste, nu. Oh, wat is dit lullig. Ah, oh, shit. Ach ja, goed mooi zo. Ik vind het ook wel goed gelukt. Hij is wel groot. Dat is meestal een voordeel, hè. Oh, ik heb dan die prisoner neergezet. Nou, ik geef hem een ok. Ik vind het wel grappig. What the fuck moet die stok? Ik geef hem een ok. Wat is dat voor stok? Oh, deze is leuk bedacht. Oh ja. Een hele watchtower met een god. Ik geef deze een goed. Deze is leuk. Hij heeft wel helemaal diamond chisel en een pijn boog. Een goed bedacht. God. What the fuck? Hadoken? What the fuck? Hadoken. Ik geef hem een poep. Nee. Rip, ja. Rest in peace. Oh, nice. Ja, hier zou ik ook heel veel... Oh ja, hij is wel grappig. Ik geef hem een ok. Oh, dat is wel leuk, die bunkbeds. Murderer. Ah. Oh. Killer. Varken. Oh, kijk hier. Huh? Oh, dit lijkt wel heel erg een pontje. Ja. Oh, what the fuck? Kijk die ogen. Ja, ik geef hem een ok. Ik dacht dat dit de achterkant was. Ik geef hem een ok, je moet niet te gemeen zijn. Nee. Oh my god, we kunnen hier niet eens binnenin kijken. Nou, jawel, maar... Oh, er zit niks in. Ik geef hem een poep. Ok, ja. Oké, ik heb ook gedaan. Kijk, waarom denkt iedereen altijd hetzelfde? Dat is wel geniaal. Dan kun je wel zien dat iedereen in dezelfde lensje zit. Ja, ik ook. Weet je, ik vind die van ons net wat gedetailleerder, als ik eerlijk mag zijn. Ja. Oh, deze is leuk bedacht. Ik geef hem een ok. Ja, dat is gewoon een gevangenislayout. Met een wc, hier zo. Ja, dat is wel leuk. Ah, oh, windjes. Oh, deze is... Waarom wil je dan die regen? Oh, die entrance. Help, ik zit in de gevangenis. Hij is heel klein, dus ik doe een ok. Maar het lijkt op gevangenis, dus ok. Huppakee. Ja, maar nu gaan ze zeggen, ja, maar hij is niet af. Ik zie ok en ik zie good voorbij komen. En ik zie ook iemand met superpoep. Wat ben jij, een klootzak? Maar we hebben wel gewonnen! Rectmate! Oké, dan, op naar het volgende padje! Oké, Giel, tweede potje. Raceauto's. Ja. Hoe gaan we een raceauto maken? Ik weet al wat voor vloer ik erin wil hebben. Ja, zwart? Ja. Nee, gras. Ik ga het raceparcours maken en jij maakt de auto. Ja. Dus als jij zegt waar ik de auto mag bouwen, of het raceparcours... Oeh, weet je zeker dat je daar banden van wil maken? Ja, ik wil het hier wel van maken, maar ik wil ze niet zo groot hebben, want... Oké, dan maak je het daarvan en dan maak ik wel de weg van Goldbox. Oké, nice. We gaan zo'n Formule 1 wagen maken, hè? Ja, daarom. Dat is toch super vet. Even kijken. Dan ga ik al het gras eruit halen. Of kan ik... Wat zou makkelijker zijn? Dat ik alles naar een goalblok verander en een gras op de randen doe? Dat is veel sneller, denk ik. Ja. Dat denk ik ook. Zo, hop. Oké. Okay. En dan grasblok. Die heb ik... Oh, die had ik al in mijn inventory. Alleen, er moeten ook witte strepen erin, hè? Witte strepen. Ja, witte strepen. Oh, in het midden, ja klopt. Oh my god, dit is echt klote werk. Zullen we een rode auto doen? Ja, maak maar een rode racewagen. Oké. Als jij de racewagen maakt, doe ik gewoon het gras. Doe ik gewoon eigenlijk de poepklusjes. Geen idee hoe ik het moet aanpakken, maar oké. Ik heb ook geen idee. Gewoon je best doen. Gewoon gaan met die banaan en dan komt het vanzelf wel goed, gok ik. Ja. Paté, daar gaan we. Auto's is veel te breed voor hem. Maakt niet uit. Nee, dan gaan we niet redden met de tijd. We moeten hem veel kleiner maken. Oké. Oh shit. Als je maar wel opschiet, hè? Ja. Dat is meestal de bedoeling, maar... Ja, het probleem is, je moet een beetje schatten hoe lang je erover gaat doen en... Ja, een beetje schatten hoe lang het duurt en hoe groot het is en dan moet je dat toepassen. Shit. Dan ben ik weer half vergeten hoe zo'n Formule 1 wagen eruit ziet. Ik weet wel dat hij zo'n mooie neus heeft en zo. Nee, maar... je mag voor mij wel heel veel googlen. Even kijken. Maar racewagen ziet er gewoon heel standaard uit, hè? Maar niet googelen Minecraft. Nee, gewoon Formule 1 alleen googelen. Even kijken. Oh, hier hebben we een mooie blauwe. Ferrari of zo, doe maar gewoon Ferrari. Ik heb een Ferrari gevonden. Mooie auto's. Wat, Ferraris? Ja. Sowieso. Vind je niet? Ja. Ik wou dat zeggen. Maar ik vind Lamborghinis mooier. Ja. Ja, maar ja. Die hebben ze alweer niet in de F1 gevonden, denk ik. Even kijken, hier moet een neus komen. Hop. Pathee, lukt een beetje met de weg? Ja, ik moet even... Markeringen. Ik denk dat ik het hiermee ga doen. Moet ik even kijken, is het midden? Zou ik het hiermee doen? Dit als klei? Ja of nee? Ja. Of zou ik witte wol pakken? Nee, doe maar. Is wel mooi. Het echte, die witte strepen ook niet helemaal witte. Dat is ook een beetje vies. Ja, dat is waar. Dus ja. Shit. Oké, als jij hier zo bent dan... Oh fuck, nu moet ik het midden uitmeten zeker.
Nee, is makkelijk. Dit is het midden. Wat is het midden? Die twee. Of nee, deze twee. Jo. Weet je het zeker? Ja. Waarvoor moet ik dan aan de zijrand zitten? Kijk maar. Hier, het midden van de auto is het midden van de weg. Sexy, hè? Nee, ja, ik vind het helemaal prima. Alleen ik zit meer even met de zijkant. 1, 2, 3, 4, 5. Dus dit hele ding is symmetrisch, dat weet je zeker? Ja. 1, 2, 3. Nou, hij zit niet in het midden van het plot, maar nee, kan de weg ook. Nee, maar hij zit. Moet je even kijken, de afstand van de banden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even kijken. 1, 1. Oh, kom op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nou, oh, shit. Wat? Dit is echt veel te groot. Gewoon doorbouwen, Giel. Je kan het. Ja. Gewoon snel bouwen. Kan wel, maar niet in de tijd. De vorige keer waren we ook eerste. Ik ben nog bezig met de weg, dus dat komt wel goed. Nice. Spoiler, dat is ook belangrijk. Ja. Als de rest van de auto maar straks rood is. Oh shit, kom op, kom op, kom op. Ja, goed zo. Nice. Oh fuck, nu moet dit er allemaal uit. Oh. Ik weet niet of dit gaat lukken, man. Nee? Probeer het wel, maar... Ja, een beetje groot. Gewoon je best doen. We hebben nog 2 minuten. Niet stressen, gewoon rustig blijven. Oké. Okay. Lekker rustig blijven. Huppatee. De spoiler zit erop. Ik weet niet of dit gras wel gaat lukken. Oh, dit is wel een grote klus eigenlijk, moet ik zeggen. We hebben nu van andere mensen maken. Je hebt ook van die mensen die gaan dan zo'n auto gewoon letterlijk opzoeken op YouTube. Zo'n ding van 5x5, weet je wel? Die gaan gewoon namaken wat ze op internet zien. Dat is altijd zo. Ja. Oh my god, dit gaat echt kloten worden. Nog 1 minuut. Lijkt niet eens op een auto, lijkt meer op een Star Wars vliegschip. Maakt niet uit, we doen ons best. Als ik hier zomaar een randje gras in leg, dan vind ik het prima. Nog 1 minuut en ik moet nog fucking veel slopen. Ja, ik vind het jammer dat je geen soort van wildtuig erin hebt. Echt hè? Dan kan je gewoon even dat code plaatsen. Dat moet toch wel lukken? Ja, maar dan is het niet meer echt beeldbattle, weet je wel. Ja, maar ja. Dus op dat gebied snap ik ze wel, weet je wel. Ja. Want ze willen natuurlijk niet de game verpesten, maar aan de andere kant ook zoiets maar van... Maar het is ook zwaar. Elke keer als iedereen daar echt zit te editen, dan... Yep, ja, dat gaat ook heel veel van de servers volgens mij ver. Ja, daarom. Hij lijkt er al wel op, vind ik. Shit. Het stuurtje moet er dus in. Ik kan niet sneller dan dit. Ik denk niet dat ik het gras ga halen. Ik snap het wel, toch? Ik hoop het. Oké. Hij is symmetrisch, dus ik ga er niks meer aan doen, anders red ik het niet meer. Lijkt er niet echt op, maar het heeft ongeveer de vormen ervan. Nou ja, het ziet er beter uit dan dit! Oh my god! Ik geef dit is geen raceauto. Ik geef hem gewoon... een ok, omdat hij wel een poging heeft gedaan. Ja. Oh, deze is vet. Ja. Deze is heel vet. Oh, van die banden aan de zijkant. In de bocht. Ik ga voor goed. Het hoeft niet groot te zijn, hè, als je wil winnen natuurlijk. Kijk, deze is ook wel leuk. Dus deze is ook rally. Leuk. Ik geef hem ook goed. Deze is leuk. Deze wil maar zeggen zo'n spoiler achterop. Ja. Of is het ervoor? Nee, dat is ervoor. Oh, dat is een hot rod. Ja. Oh. Ah, kijk, deze is ook maar al leuk. Het lijkt allemaal zo van internet geript, jongen. Natuurlijk. Ja, ik geef dit ook weer een ok. Ok. Ik ben heel benieuwd wat mensen van onze vinden. Ja. Kijk, deze is wel leuk. Podium weg, hè. Maar ik geef een beetje hem klein. Ok. Ok voor de kleinheid. Gewoon ok. Oh, dat is ook best wel met een vlag. Het is echt allemaal van internet geript. Ja, die auto is van internet. En deze hebben ze zelf geprobeerd te maken. Ik geef het een ok. Zie je het verschil? Ja, ik geef hem een poep. Dan kan je gewoon zien dat het gewoon iets van internet is geript. Wat de fuck is dit? Dit is wel eigen poging, geef het een ok. Ja. Het is niet van het internet. Alles wat van lijkt dat van het internet komt, krijgt van mij gewoon een dikke dislike. Gewoon bleh. Dit is ok. Oh, die auto's gaan botsen. Hij heeft het geprobeerd. Ze past niet over de weg. Maar ik snap niet hoe je hier 6 minuten mee bezig kan zijn. Hoe dan? Ja, 6 minuten. Niet goed je best doen. Dit lijkt meer een Hummer dan een raceauto, maar ik geef hem een ok. Wat is dit? Halve auto's? Ik vind het wel grappig bedacht. Tijd gewoon dikke driewielers. Wat? Blablabla. Oh. Ja, dus. Mensen gaan alleen kijken naar hoe die eruit ziet, niet naar de grootte. Ja, echt hè? This one's gonna win. Nou, we hopen het. Ik hoop het ook. Ja, deze is wel... Ik geef het een ok. Weet je wat dit is? Het is zo 1v1 we right now. What the fuck? Dude, calm your titties. En de winnaar is... Oh, fuck. Oh. Niemand. Weer een hot rod. Volgens mij is het een idee, joh. Ik vind het wel grappig dat hot rod. Dat hot rod ding is wel dit, Jet. Ja, echt? Oké, okay, zo'n poep. Ja, dat is een klein aspect, hè.
Oh, kijk hier. Hij heeft niet zijn weg klaar kunnen krijgen. Ik geef hem een ok. Hij heeft wel zijn best gedaan. Ja, ja. Poep. Lijkt iemand zegt poep. Wat is dit? Dit is een hummer. Deze krijgt inderdaad een poep. Dit is een rallyauto of zo, joh. Nee, dit is gewoon een hummer, joh. Ja. Kijk, we gaan met zijn wieltjes. Ja. Nee! Oh, tweede! GG. Gefeliciteerd, GG. Maar Giel, eerste en tweede is niet verkeerd. Ik vind dat we dat nog best goed hebben gedaan. Ja. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Build Battle. Voor je het leuk, druk alsjeblieft even op een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dus het is me gedaan. Dan ben je een superheld. Zeg ik tegen jullie mensen, tot de volgende keer en ciao! Yo!